Friends van Just Cause Games en welkom bij deze nieuwe video. Ik ben hier met Bas, sorry voor deze, ja zoals Bas zegt, onderbreking. Want we maken net een video, want ik zat lekker in het huisje te schieten op mensen en iemand was dood. En iemand stond zo in het raam, ik schoot knock-down. En toen ging ik lekker rushen en toen was ik eigenlijk zijn doel in en schoot Justin me lekker een handshot. Want ik had een handshot geschoten. Dus jongens, let's go to the Disney Channel Flow en England is mijn city. Ja, dus kijk eens, we zijn gewoon heel goed bezig nu. En we willen gewoon een win op video hebben, want we hebben wel eens gewonnen. En dat staat niet op video. Voor Bas dan, ik heb wel een keer gewonnen en dat stond op video. Maar je mond. Die video heb ik gewoon, dat wedstrijdje heb ik eigenlijk gewoon niks gedaan. Behalve dat je het rondschieten. We gaan naar dat, waar ik mijn waypoint heb gezet. Bij dat bosje. Want wij daar gaan is daarheen. Een boshuis, en daar kunnen we zeker wat in denken. Daar is... Dat is het huis dat ik al heel lang in wil. Fucking domme. Wij gaan erheen. Let's go. En mijn challenge voor vandaag is dat ik 5 kills moet met mijn AR. Hey, Justin. Ja? Oh, we gaan de Only Scar Shotgun RPG Sniper Everything Challenge. Maar kan je kan zeg maar van die challenges doen. Challenge. Oh, yes! Jezus! Ik kom gewoon onder de trap, dat is lekker lit. Ik ga even boven kijken, even mijn shot kunt hij in mijn hand. We zitten letterlijk net in de border, ik ben niet meer. Hallo groene shot kunt die ik al heb. Hallo grijze pump shot kunt die ik nog niet heb en die ik ook niet wil hebben. Hallo kist die al is geloot. Hallo border. Hello darkness, smell my old friend. Hello darkness. We moeten best wel ver lopen. Nee, maar wij zijn vertierend, jongen. Wij kunnen niet. Bas, doe eens even wachten. We moeten bij elkaar blijven. Scar. Wij claimen niet, want wij zijn cool, toch, Justin? Ik vind claimen niet leuk. Ik zat eens een keer met mensen. Kijk, en... hoppakee, nu heeft hij het gezegd. Ik heb bewijs. Claimen vind ik ook gewoon echt niet leuk. Wat heb je, zeg maar, nee. Maar behalve mensen die echt dan ook, zeg maar... Ik ben niet zo heel goed met sniper. Ik ben eigenlijk best wel goed, want ik deed net in het vorige potje iemand headshotten. Maar ook weer niet heel goed. Dus geef ik dan wel mijn sniper weg. Van mensen die wel super goed zijn met die dingen. Nee. En jij wilt zeggen dat ik goed ben met sniper? Weet ik veel. Ik ben in ieder geval alleen goed met die sloomschietende sniper. Ben je daar alleen goed mee? Denk het wel, want ik heb nog nooit met een andere sniper gespeeld dan die. Ja, maar wil je hem hebben? Jammer, nee. Nu bedankt. Of jij moet er echt vreselijk in zijn, dan... Ik ben niet altijd het beste in snipen, maar oké, hè? Ja, wat moet ik dan wegdoen? Wordt daar gebouwd. Hey. Oh, dat is de hamburger. Ik heb 10 teerkissen. Wil jij er ook 5? Jij mag er 5. Ja, maar pak ik heb dit inventariër voor. Dan neem ik hem wel mee. Gewoon een ammo box die mensen laten liggen. Dat is wel heel asociaal. Justin, hoeveel assaultkogels heb jij? 65. Justin hier. Ik vind dat niet kunnen dat jij zo weinig hebt. Dank je, Jezus wel. Nee, ik vind nog steeds niet kunnen. Ik ben nog steeds boos. Dat moet ik wel door het raam. Ik kan niet door het raam. Ik heb hier assaultkogels voor je neergelegd en jij negeert het. Ik kon ze toch ophalen. Want ik heb nu 101 assaultkogels en nu heb jij er ook minder. Ik heb 116. Jammer dat vind ik niet. Waarom gaan we niet de hele tijd lekker hier zitten? Kijk hoeveel weinig verschil daar tussen de poorten zit. De woord komt. Maar één ding wat ik heb geleerd, je moet nooit naar het punt gaan waar de poorter de hele tijd in blijft. Want als je daarin gaat, dan ga je doen. Ja! Maar ik ga sowieso dood dus. Zelfs aan het einde ga je ook dood, hè? Als je hebt gewonnen. Ja, je wordt sowieso dood. Je wilt het niet. Als je hebt gewonnen, gaan wij lekker in Crazy Grove zitten.
Misschien zit er nog wat in het Witte Huis. Het zou me niks verbazen, Lilo ook gewoon nog doen. Zou me eigenlijk ook wel verbazen, want er is gebouwd. Deur is inderdaad gebouwd. Dat maakt mij niet heel gerust. Maar sommige mensen... Wow. Zijn hier ineens in de bunker? We gaan in de bunker bij de hamburger. Maar deze bunker is kapot. Ik ga naar beneden. Ik zit lekker beneden in de opslagruimte te chillen. Ik bouw hier een muur, zodat mensen eerst de muur doorheen moeten. Kom jij als ik gewoon niet trap bouw. Kijk, daar is de deur, maar dan... Zullen we gewoon deze muren hakken? Kom maar. Er zit nog steeds een crazy crow. Kijk, we hier... Hey Bas, we kunnen gewoon al deze muren zo weghakken, hè? Kijk dan, er zit gewoon een stone. Want er zit toch gewoon een deur achter en dan hebben we alleen maar extra materiaal. Eigenlijk moet ze doen dat je één gewoon omlaag kan houden. Zo. Ik vind het wel jammer dat je niet echt OP bunkers kan maken, dat je de hele tijd weg moet. Als je nou gewoon zo'n spel hebt, dat je gewoon de hele tijd een bunker kan maken op één plek, dat lijkt me echt gewoon, dan koop ik hem gelijk. Dat je gewoon net als Fortnite materialen moet maken, dat is wel sappig. Ik ga heel even weg, ik moet heel even klaar. We zijn nog steeds in. Nee, dat is niet slim. Dit is wel leuk. Nee, dat is niet. We moeten ze wel kunnen. Dan moet je wel dit doen. Okay. Nee, dat moet je eigenlijk ook niet doen. We moeten gewoon gaan blijven. Je zegt kijk. Je zegt kijk naar mij. We doen boterkaas. Hak alle muren voor je plezier. Hak alle muren voor je plezier. Al die mensen die hier zitten zullen wel denken zo van wat de fuck doen hun allemaal hier joh. Je hoort dan ook geschot boven dat. Oh, jeez. Kijk hoe klein die cirkel is, grappie. En het eind zal maar toe te staan. Justin, wat als ze dit weghakken? Ik ga gewoon deze tijd een shotgun de wal houden. Ja. Ja, wat moet je dan hè? Gewoon zo. En dan gewoon, Justin, kijk zo. Hallo. Ja, en dan hier ook een muur. En dan hier ook een muur. Justin, kijk. We gaan ze gewoon heel gek maken. Je komt er ook amper boven. Justin, kom naar mij. Hier heb je nog een raampje om. Nee, we hoeven één granaat naar binnen te gooien. En dan is het klaar. Reload tegen alles. Ja, maar Bas, je kan ook gewoon dus hier tussendoor, hè? Nee, dat kan niet eens! Je kan hier wel tussendoor schieten. Ja, dat is wel fucking slim. Oeh, niet! Zag niet! Nu kunnen ze granaat gooien. Dit pik ik niet. Kijk even hoeveel ze er wel staan, Bas. Dat is toch niet normaal. En de order? We zitten erin! We zitten erin! Kijk die airdrop naast ons dan! Zie die airdrop 18 pas? Zie je hem, Bas? Zie die airdrop lekker? Daar staan. Niemand die hem past. Nee, wacht! We moeten weg! Wat dan? Want als de border hierin zit, dan kunnen we niet meer weg. Dat? Snap je wat ik bedoel? Nou. Nee, kijk. Als dit de border is, hè. Hier zit de border en dan zitten wij hier.
Dan kunnen we niet meer weg. Ja, maar we kunnen hier toch dan een deur bouwen. Dan. Lekker nu gaan we dood, Bas. Ik denk niet. Kan je daarin zitten? Ik ga daar even in zitten. Rustig. Volg mij. Ik zit in de vuilniswagen. Het volgt Bas, mij. Hierheen. Ja. Bas, weet je wat we eigenlijk moeten doen? We moeten gewoon de hele tijd lekker... Justin, waar ben je niet bij me? Ik kom er toch aan. Dan moet je niet wegrennen. We moeten eigenlijk gewoon de hele tijd... Kijk, die airdrop daar. Kijk, Siemland als een baas, die airdrop. We moeten eigenlijk gewoon lekker de hele tijd lekker sappig... Zullen we gewoon hier naast de borden zitten? Ja. En dan gewoon pas gaan lopen wanneer de borden komt? Ja, dat, zodat we gewoon een beetje meelopen met de border. Oh, ik wil eigenlijk één keer... Justin, luister even! Er zijn twee... Oh, ja, lopen. Ja, de border doet 5 damage per seconde, hè, dat je het weet. Justin, luister. Er zijn nog maar 3 teams over. Hoog waarschijnlijk. Ik zie wat lopen. Ja? Ja. Ik ben geschoten. Dat is niet aardig. Ik ben heel hard beschoten. Oh my. Naar mij boom. Justin. Pas, we moeten de border in. Hij komt met een naadlauncher. Ik vind het niet heel fijn. Ik loop toevallig even langs de airdrop. Loop op snel! Hallo? Pak wat je pakken kan. Ja! 2 shoots! Ik heb mijn normale AR laten liggen. Justin! Kom naar mij! Ja. Oh, we zitten al in de border, yes. Die is wel van mij. Ik moet zo ook even mijn medkit nemen. Holy. Kom eens mee, ik zie je mat. Ik heb smoke grenades, hè, dat je het weet. Ik heb 10. Dus als jij wil, moet je zeggen. Wordt beschoterend. Oh, ik zie 2 mensen. Ja, ik ook. Maar schiet maar nog niet. Je hebt wel. Oh ja, je hebt een sniper. Je schiet maar nog wel. Nee. Op het dak. Zwarte Piet. Zwarte Piet op het dak. Wie kent hem niet? Zwarte Piet. Wordt beschoterend. Wat? Oh, lek. Holy. We staan al derde of zo. Oh, Justin. Bas, ik denk dat we gewoon moeten uitschakelen die daar rennen. Ik denk dat we die grappies die daar rennen gewoon moeten uitschakelen. Ho. Kut, dat doet heel veel oud. Ik heb er eentje knockdown. Ja! Ja! Jongens, we hebben gewonnen! Jongens, ik bedank jullie zo erg en wij checken jullie later!